Ik ben Anaïs Reeken, ik ben 21 jaar en ik doe mee aan dit filmfestival. De link met Brugge is dat mijn mama woont hier al een aantal jaren. En daarvoor in hetzelfde huis is mijn oma gewoond. Dus ik kom hier heel vaak mijn oma bezoeken vorig jaar en nu mijn mama. Mijn droom is eigenlijk om verder te groeien in de filmwereld. Blijven te regisseren en vooral scenario's schrijven. Ik ben gewoon heel blij. Met het eindresultaat en dat ik het kan tonen aan een breder publiek voor de eerste keer. En ik ben ook niet echt aan het hopen om te winnen of zo. Ik denk wat mensen wel nog zouden moeten weten, is dat ik heel vaak werk met meisjes. En vooral vier meisjes in een ruimte te zetten. Mijn volgende projecten gaan daar ook over. En dat heeft een link dan met dat ik ben opgegroeid met drie zussen. En dat komt wel telkens terug in de films die ik maak. Dus dat gaat nu ook zien in het filmfestival en de film die ik heb in de zon.